De regering wil het dorp Asidonopo in het district Sipaliwini agrarisch ontwikkelen. Hiertoe heeft LVV-minister Rubin Permeser een team voor een oriëntatiebezoek afgevaardigd naar het dorp. Het team staat onder leiding van de LVV-coördinator van regio Midden, Rudy Marto Di Meggio, en bestaat uit landbouw- en veeteeldeskundigen. Dit bezoek is echter ook het resultaat van een schrijven van het groot opperhoofd der Saramakaners, Albert Aboikoni, aan minister Permeser. In zijn brief heeft hij aangegeven dat Asidonopo gereed is te werken aan de groei van de nationale economie. Gelet op de behoeften van de dorpsbewoners heeft het ministerie besloten de focus te leggen op pluimvee. Een andere taakstelling van de afgevaardigde delegatie is het bekijken van mogelijkheden voor het telen van nappi. Het ministerie heeft gesprekken gevoerd met exporteurs die bereid zijn gevonden deze af te nemen, aangezien gebleken is dat er een ruime afzetmarkt hiervoor bestaat. Het stamhoofd wenst gaarne van gedachten te wisselen met de minister over onder andere bestaande landbouwinitiatieven in zijn beheersgebied en hoe deze de ondersteuning zouden kunnen krijgen van het ministerie. De minister had eerder aangegeven dat LVV overal bijstand moet kunnen verlenen als gevraagd wordt naar technische ondersteuning op agrarisch gebied. Het is de taak van het ministerie aan kennisoverdracht te doen en Suriname naar grotere economische hoogten te tillen.